indrukwekkend. Wat jij doet? Deze is voor mij. En dat betreft de afdeling rechten. Marleen Ellen de Kuijs. Bachelor of Law. Gehaald.
al de leervakken gehaald had, miste ik nog mijn stage en mijn studeerfase. De heer Baroni heeft mij een stageplek gegeven in zijn advocatenkantoor. En direct daarna kwam ik dankzij de heer Pauls van Bramer Pauls Advocaten een stage voor mijn afstudeerperiode gevonden. Ondanks het snel vinden van stageplaatsen waren er toch veel momenten waarbij het leek dat door tijdsnood ik het misschien toch niet zou halen om dit jaar te slagen. Ik kreeg dat gevoel eigenlijk heel vaak bij het maken van de scriptie. Maar op het laatste moment kreeg ik een goede begeleider, meneer Regen Celestijn, die mij uiteindelijk snel hielp en het halen van mijn scriptie. Alsnog hartelijk dank, meneer Regen Celestijn. Het inhalen van alle vakken was, zoals ik al heb gezegd, heel heftig. Maar het heeft mij eigenlijk ook duidelijker laten zien hoeveel mijn ouders mij altijd hebben begeleid en bij mij stonden. Nadat ik ook vanuit Nederland ben gekomen, heb ik mijn vriend leren kennen. En hij heeft mij sinds de dag dat ik hem ken altijd gesteund. Daarom wil ik zowel mijn ouders, mijn zusje en mijn vriend bedanken. In deze laatste jaren heb ik veel nieuwe dingen geleerd over mijzelf en wat ik allemaal kan. Ik heb bij het volgen van de studie niet alleen meer kennis gekregen van de studie zelf, maar ook mijzelf persoonlijk ontwikkeld. Ik heb mijn studie afgesloten met 9.7 voor de verdediging van mijn scriptie. En ik kan officieel zeggen dat ik heel trots ben. Gisteren, bij het maken van de foto, moesten wij dus een slogan kiezen die bij ons past, bij de foto hoort. En ik heb gekozen voor Dream Big and Never Quit. En daarnaast heb ik ook nog geschreven, You are more amazing than you think. Omdat deze laatste jaren mij hebben laten zien dat alles mogelijk is als je maar doorzet en in jezelf gelooft. Ik wil alles als studeerders 3 dingen meegeven. 1. Weet wie je bent. Je bent meer dan je studie. Je bent degene die zo hard heeft gewerkt om de doelen die je had te bereiken. En degene die altijd hard zal blijven werken om in de toekomst verder de doelen te blijven bereiken. Nummer 2. Maak beslissingen gebaseerd op wat goed voelt voor jou. Net zoals ik heb gekozen, ondanks al mijn schaamte, om terug te komen naar Curaçao, zelfs zonder niks te bereiken in Nederland, het was het toch wat goed voelde voor mij en wat mij uiteindelijk op deze podium vandaag heeft gebracht. Als derde punt, de toekomst is in jullie handen. Het diploma dat we vandaag ontvangen hebben, kan je eigenlijk gebruiken om alles te bereiken dat je maar kunt dromen. Dus hartelijk dank iedereen en maak er nog een mooie nacht van.